Hi guys, today we're at the house of the Bokkenrijders, the Buck Riders, with Risky, Jesse and Yannick. Precies. Yes. That's right. We're going ghost hunting today. Yay! Hello guys, they also have a YouTube channel, do urbexing and ghosting, so please show some love and support and subscribe on that channel if you like. So let's go guys. Thank you. And do some hunting. Let's go. Ik heb ze gevonden. I found them. Kijk, okay, de stap nog, top nog wel steep. Oeh! Dat! Dat was een last one. Wat zeg je? Je maakt wel rapjes met licht. Ja, ik moet een mooi shotje hebben, joh. Ik ga ook nog eens naar de volgende. Let op jongens, het zakt hier wel een beetje in. Midden van de... Hier staat het. We zijn nu op de hoogste in de linkerkamer. Waar we zijn. Vond ik jou toch wel interessanter. Ik heb echt zin in de kamer. Geen activiteit of zo. Nee. Niks? Nee. You can do your laundry here. Nope. Laundry. Onze gsm's in vliegtuigstand zetten sowieso, want anders gaan die dingetjes af. Oké. Talking a little bit Dutch today, so... Sorry. Oh, we need to talk in English. Oh, wow. Not necessarily. Oké. Okay. Wat ga jij anders? Oh. Kijk, bij mij wordt hij wel rood. A little bit was happening. With us. The ghosts are like too many cameras. Ik heb het daarnet eens op camera gehad. Je zag dat dat rood werd, hè? De man is nu al rond op de zitten vloer. Nou, ze zijn er door, want dat zie ik. Nee. Hey. Mag ik even daar komen staan, hoor? Ja. Nee, wij woonden de Giel hier, Jesse. Wie? Giel, hè? Giel heeft hier gezeten. I mean, Jan is de Giel. Jan is de moordenaar. Hij is een oom van de legende zelf. Ja. Ook film. Ja, doe maar. Zie jij dat af. Dan soms gaat die K2 meter gelijk. Allee, zo even. Oké. Kunt u dat nog eens doen, alsjeblieft? Nee. Geen zin in. Oeh. Bent u Jan, de moordenaar van dit pand? Hij vond zich eigenlijk geen moordenaar. Oh, hij was een heilige. Hij was het als Satan. Ja, hij was high ranked. Hè.
echt nieuw. Waarom wordt het niet die andere lampjes? Echt, hè? Nee. Meestal antwoordt hij ook niet op mij. Altijd bij een andere vriend van ons, daar antwoordt hij altijd. Gaat af. Je hebt er geen zin in. Ik denk niet dat er nog iets wordt of wel. Naar beneden gaan kijken. En daar alles terug. Allee, ik kan wel zo opnieuw. Maar dat is niet meer in de tas steken dan, hè. Ik zit echt te kijken naar hierin. Ik zit naar alles te kijken. De disco ook wel eigenlijk. We hadden één zo'n feestje daar, maar ik heb niet disco. Ja, zo. Dat ding bleef afgaan. Dat was een Overijssel, bij zo'n kruisel gesproken. Ik dacht, oh, daar ga ik even naartoe. Nee. Die moeten we nog uploaden. Misschien als het luider gekomen is. En bij jou reageerden ze vaak of zoiets? Als jij vrijgesteld. Bij mij hebben ze een aantal keer wel gereageerd, hè. Nou, was los. Ja. En luid, dat zit in het hele huis voor. Hoort iemand op? Zal iemand bij ons praten? Is er iemand van de bokkenrijders of de dossaat? Of de vorige dossaat die hier vermoord is door de bokkenrijders? Had die moordenaar is hier. Dat is oké. Ja. Zou ik inderdaad kunnen. Houden zich stil. Ik hoop dat je het wel met zo'n rugweg en laat maken. Op het moment dat ik niet door mag, heb ik het gedaan. Het is ook wel creepy. Nee, ik ben net daarop. Hi. Hi. Zo, hier op die floor. First floor. Voor all viewers from the USA, that's probably second floor, I think. Yeah. It was, right? Yeah. It was a difference between England and USA. With first floor. Ground floor. Or ground floor. Alright. We got our EMF here. The little light spaceship thingy. Rampart. Whiskey bottle, hier in mijn vrienden. It's still kind of early, so. Not much happening. Hi. Talk to them. Is er iemand? Is Jan hier of Giel? Is er iemand? If somebody is here, could you please touch one of the devices? Ready? Ja. Waar zijn ze? Ik ben op.
Ja. Jeetje. Aan mij. Echt. Yo! Wat? Hoi, yo! Oh! Broer! Wat gebeurt er? Ze zijn weg. Hallo, wij! Allemaal filmen. De mug wil mee. Ja, hé, hey, nu komen jullie die. Ja! Ja! Nee, dus. Ja, dat was wel leuk even. Je kost een loony disc. Wat zei dat nou? Wat me leuk lijkt als die rempelt gewoon volledig afgaat. Als er iemand hier is, kunt u dan een van de apparaten aanraken. De leuke speeltjes die we mee hebben genomen. Zal ik weer even alleen gaan staan? En dan, ja, die... Maar voor mezelf. Ja, dan doe ik dit zo. Is there anybody here? Could you touch one of the devices, please? If you're Jan, the killer of the house, or a book rider, which is the gang a few centuries ago. A band of thieves. Yeah, a band of thieves and murderers. They robbed everyone in the provinces, North Brabant, Flanders. Which is a part of Belgium and then part of part of Belgium and a part of the Netherlands, and they went everywhere robbing people, killing them. But in this house, a guy named Jan killed 57 of them, as you guys maybe know. And he killed a lot of innocent people too. He was high ranking. So he wasn't suspicious back in that day, but yeah, it was quite a mean guy. Even zen. Yes. So I asked if he was a bokkenrijder. He said he wasn't. Then I asked him if he's here since the time of the bokkenrijders, and I told him so every time. I asked him this, I told him to, if yes, then to make the lights go off. He said yes for both. Then I asked him some other questions. He didn't answer those, so I'm really confused right now. Like, who it is or what is this ghost, I don't know. But that's all I have for now. Could be a book rider then. Yeah. A book rider. No, I asked him if he was, he said no. Ah, it wasn't then. Maybe it was Jan. It could be. Jan is evil. Staan we dan moeten staan? Ja. Zoveel jaren later. Zoveel 100 jaar later. Ja.
Here's the barn. Eigenlijk moeten we het hier en hier opgeven. Oké. Okay. In the other house. Kind of a bit exploring now, but also setting up the devices. It's getting later now, so hopefully we get some activities pretty soon. It would be cool. For now, just chilling a bit. The book is at 1980. 1980, the book. We found a book from the 80s. Nice. Need some wire? Free wire. Come pick it up, guys. I want some wire. Yeah. Waar? Hier. Gewoon om de hoek. Hier. Oh, is daar nog verder? Ja. Ah. Dat is ook een kleine kelder daar. Oh, ja. Maar niet de kelder die we zoeken. Nee. Ah, dit is de boek dit wel gewaard. Let's go. Mijn dad vaart daarvan. Hey, meer of zo. Waar is die kelder, Ashley? Wacht even. Kelder, oh wacht, was aan die kant van huis. Ah, oké. Okay. Is dat een stable? Ik denk het was een hobbyroom. Stable. Nou. Toiletten zijn de engste dingen bij Nurbex. Is dat? Dat zien we altijd zo ranzig uit. Ja, is wel. Let's see if we can see anything between the wood. We're actually searching for the basement again. Wow, this is a cool way. It's like a wooden chair. From a lock, still intact. I did a banging job hiding that basement. Because that's where all the murders happened, and the torture. So yeah. Ja, die kelder is best klein. Je moet hem even tillen. Huh? Je moet straks even tillen. Waar de echte kelder is, ik heb geen idee. Geen zin. Waar was dit? Waar alles gebeurt. Ja. Oh. Aan de deur. Nee. Koelde? Ja, ik val uit. Dit is de eerste plankje hier, zeg ik ervan. Amai. Stapje. Hey. Dat is naast je microfoon. Tweede keer. Ja, ik zie het toch. Hey. Amai, schat. Nog een keer bij een kapje. Ja. Niet daar. Hier hebben wij dat. Hier hebben wij dat vandaan. Nu voel ik mij in de conjuring. Ik weet ook dat het nog te krijgen was. Ja, het is nog te krijgen. Hier wel liggen is het? Heb jij de pop? Je hebt die vastgehouden. Ja, gegeven. Ja, oké.
Jij geeft naar beneden, hè? Nee? Ja, ik heb een kapje. Ik ben er hier net, hè? Ik heb die niet, hè? Dus zij is echt terug gaan kijken. Ik heb die echt niet gehad, man. Ik heb K2. Hier is even de USB-C-lader. De USB-C-lader. Die ouwe. Dus die had kijken. Ik echt. Ja, die was naar beneden gegaan daar. En daarna heb ik hem niet opgekregen. Ik heb 2 kapsel liters. Ik heb niet dat je een rugzak. Ik weet niet. Hebben jullie nog een extra, hoe heet dat zo, rempel? Hoe noemt dat zo? Ja, daar nog niet. Tas ligt beneden. Ja. We zullen straks eens kijken. Ik heb kapsel altijd bij. Denk dat in het? Ja. Silent so far. Ja, bij mij gaat die op. Wat? Die have activities. Weet je wat ik mijn kop heb? Dominique, Nieke, Niek. Van de merk en Rolstoel. Die heb ik echt zo in mijn hoofd zitten. Oh, no. Dat is echt een horror muziek. Is dat uit? Ja, ja, maar even wachten. Wow. Die is rilling, jongen. Is er anybody hier? Is er iemand hier? Zou ik haar 2 meters willen aanraken alsjeblieft? Wie is er? Ja, bij mij. Oh shit. Helemaal, oh, helemaal. Misschien rempeltjes. Ja, alle drie af, hè? Ja, alle drie. Alle drie? Oh my god. Kunt u nog eens een K2 meters laten aantikken? Als je hier bent. En bij mij? Geen neef. Alle drie heb ik al gezegd. Dat is alle drie allemaal rood, hè? Gewoon rood. Oeh. Ja, daar gaat hij. Alle drie? Ja. Nu nog een keer proberen te kijken. Wow. Jordy tijd. Oh! Ja, ook al. Het is wel stevig. Zal ik de rempels pakken aan zo? Ja. Best. Dan gaan we even naar het onderzoek. Van, We zijn zo terug. We gaan onze rempel halen. Pak even de rempel. Van mij. Pak even de rode man. Even de camera. Gebeurt? Nee, alleen in die kamer ging de fles zo even af. Die? Ah ja. Achterste. Anyone want to touch the bean pot? We have bean here. He wants to be touched. That sounds really good.
wie er is aan. Hier is het gek. Kunt u de rempot aanraken? Heet flesje wijn of zo, flesje whisky. Kunt u een van de apparaten aanraken alstublieft? Ik ging er even af, niet? Kunt u de K2-meter nog eens aanraken? Laat de lampjes nog eens voluit gaan. Dat heeft geen zin meer. Daar was het wel een gekke boel. Ja, met de K2-meter. Could you touch the one of the devices, please? Could you touch a bean, please? De tally. Kunt u het beertje aanraken? Alsjeblieft. Of moeten we nu gemeen zijn? Oh, hier, ik ga 2 meter redden. Zou je het beertje kunnen aanraken? Het beertje, dat kleine knuffeltje. In plaats van de K2-meter kunt u het beertje aantikken. Of eens vastpakken. Laten zweven. Dat mag ook. Kom opzij, ik wil eens een keer dat beertje horen. Schiet is boven. En die K2-meter is te laf en toe af. Ja. Hier maar. Lief. Mij ging weer ook, oh, dan gaat het weer, gaat mooi. Mij ging ook even nog net. Kunt u het beertje aanraken? Dat is een klein roos beertje. Doet u niks. Misschien bent u er een beetje bang van. Je hoeft er niet bang van te zijn, het geeft ons alleen een signaal dat wij weten dat u hier bent. Jan, kan u het beertje of het metertje aanraken alsjeblieft? Zie het maar als een bokkerrijder. Je haat hem. Raak hem aan. Of kunt u dat niet meer? Bent u daar te zwak voor? Of een andere rempot? Dat was deze, hè? Ja, klaar kwam hier vandaan. Als nu die beer afgaat, hè? Die beer heeft wel het angstwekkendste geluid, volgens mij. Ja, een hartverzakking krijgen dan. Kunt u nog eens de rempot aanraken? En een paar keer went het een beetje, maar de allereerste keer dat je die pot had en dat die uiteindelijk afging, mm-hmm. Had je echt zo'n vibe. Ja. Inderdaad.
kunt u een van de apparaten aanraken? Could you please touch one of the devices? Wilt u alsjeblieft het nog een keer aanraken? Neem het op zijn schattigste waar. De KWI. Ja, en dat ik was net dat kindje van Modern Family. Dat dan letterlijk alles afgaat, weet je wel. Nou, dat vind ik dan minder leuk. De deur gaat dicht aan. Oh ja. Dat zou wat zijn. Er is zo'n filmpje. Wat is hier? Dat zo'n gozer, die zit dan zo te zingen van als je wil dat je bed of zo, weet je wel. En dan opeens zo, if you're happy and you know, clap your hands of zoiets. Ja, en dan opeens komt die, smijt dat hij aan die deur keihard dicht. En dan zo, oh shit. Ja, dan moet je wegwezen. Ik zou echt flippen denk als zoiets voor je neus gaat gebeuren. En die paniek ook in zijn stem, het klonk ook gewoon echt, hè. Oh shit. Ja. Het was inderdaad dat liedje, if you're happy and you know it, clap your hands. Dat is wel een liedje. Pestpop. Ja, inderdaad. Laten we eens duidelijk kenbaar maken. Nu? Nee. Psych. En dan gaat hij even laten. Dat was ik. Kunt hij nog een keer aanraken? Hoppa. Bent u Jan? Ik ben er blij over. Maar Jan was de moordenaar. Was u een moordenaar? De brossard. Ja? Ik ga beginnen hoor. Was u de eigenaar van al deze gebouwen hier? Dat is Jan dus. Dus u bent Jan? Huh? U bent Jan niet? Wat? Huh? Bent u Jan? We moeten niet door elkaar halen jongens, wel één vraag blijven. Bent u degene die al die bokkenrijders hier vermoord heeft? Als u Jan bent, laat dan alles even volledig afgaan. Alles. Alles. Lampjes tot rood. Weet je het? Ja, de lamp ging helemaal tot rood. Oké, dus u bent Jan. Dankjewel voor u te laten tonen. Dankjewel. Kunt u even alles eens loslaten, zodat we duidelijk kunnen communiceren met u? Dank u. Heeft u hier... Nou, jullie kunnen je niet laten praten, denk ik. Hey, laat me praten! Ah, dank u. Even alles stoppen. Stop maar. Het is een hondje. Braaf. Oké. Heeft u hier mensen vermoord of pijn gedaan? Misschien niet op deze plek. Dus Jan was de... In de kelder? Ja, in de kelder heeft hij de meeste moorden gepleegd. Ja, heeft hij toch de ringen en zo gedaan? Weet u waar de kelder is? Waarschijnlijk wel. Maar is dat de vraag? Tuurlijk weet ik dat. Zou je ons daar naartoe kunnen leiden? Laat maar op de plek een lichtbeam. Anka, is het jullie jas? Ja. Ja. Oké. Het is van Jan en Evert. Hij kan het wel. Ja, wie daarnaast zitten? Ik niet.
Feestje. Feestje. Kunt u de beide rempotten eens aanraken? De beide. De ene met het rode lampje. De ene zonder het lampje. Vindt u het te veel? Ja. Vindt u het nu te veel? Laat dan de K2 meter of de IMF meter afgaan. Ja, we worden veel ijs in. Of... Hij moet maar luisteren. Hey. Laat afgaan, nu. Ijs goed. Hij was toch gezopen? Hey, wist hij anders wel kapot. Hoe was Jan eigenlijk dood gegaan? Hij is onder een bug geloosd. Yeah. Volgens mij is hij verdronken daar, door de mensen. Ik denk het ook wel. Het wordt niet helemaal gezegd, maar als je luistert, dus ja, uiteindelijk... ze zeggen dat hij op twee plekken rond, bij die brug en hier. En ze hebben het over dat hij op een, sommigen zeggen op een zwarte hond en anderen zeggen op een zwart paard dat die hond werd. Uiteindelijk is de bevolking het gewoon zat, weet je. Ja, dat stond, dat is, de lamp. Jippie. Was jij dat? Deed ik niet. Misschien was hij wel boos op mij dat ik zou die dood gaan. Ja. Denkt hij, fuck you. Zegt hij gewoon, ik had een fucking mooie pony. Wat zeg jij zwart? Ik had gewoon een witte pony met krullen. Ah, dan zou ik tegen hem zeggen dat ik had op een fjord treed. Dan is hij helemaal beleefd. Ik hier op een fjord, jongen. Nee, denk ik ook niet. En misschien daarom? No basement yet. We still haven't found it. But we're trying to.